Hallo, ik ben Emmy. Ik ben reporter van het Jeroen Bos Ziekenhuis. En ik ga onderzoeken die te maken hebben met problemen met je gewicht. Kinderen die problemen hebben met hun gewicht, moeten vaak een OGTT ondergaan. En dat doe ik samen met Yvonne. Maar hoe werkt het dan precies? Nou, OGTT betekent orale glucosetolerantietest. Met behulp van glucosedrinken, een soort suikerdrinken, komt zo in je lichaam en gaat ook het bloed in. En dan kunnen we via het bloed testen hoe die suikers verwerkt worden in het lichaam. Laten we beginnen. Wat gaan we nou precies doen? Nou, Emmy, we gaan nu het infuus doen. Doe je dat geen pijn? Nou, in elke prik voel je een klein beetje. Wat ik dan dadelijk doe, zet ik dit hier dadelijk op. Die buisjes zo hierin, dan krijg je bloed. Oké. En dan kan ik dus alles controleren uit jouw bloed. Je drinkt 2 glazen glucosedrank. Daar zit heel veel suiker in. Via je maag komt de suiker in je darmen. Vandaar gaat het via je bloed door je lichaam. Door steeds wat bloed af te nemen, kunnen ze zien hoe snel dit gebeurt. Nou Emmy, dit is dus de glucosedrank. Oh, is dat het zoete drankje? Ja, het is echt heel erg zoet en daarom wel een hele speciale smaak. Wat soms helpt is als je het opdrinkt dat je dan je neus dicht houdt. Maar misschien kan ik je wel helpen. Ja, dat is goed. Ja? Zullen we het dan maar gewoon meteen doen? Ja. Oké. Nou, succes. Dankjewel. Probeer niet te proeven tussendoor. Je mond open houden. Wow. Ja, jij kunt het heel goed, hè? Zo. Ja, probeer maar gewoon door te ademen door je mond. Goed, zo. Oh, toppers, hè. Ja. Oh, nou, probeer maar niet te veel te knoeien, maar heel, ja, ik laat jouw neus los. Zo. Ja. En? Het is wel echt heel erg zoet. Ja? Ja. Oh. Nu gaan we steeds bloed afnemen via dit slangetje, dus een prik is niet meer nodig. Dat bloed dat sturen we naar het laboratorium op en daar controleren ze hoe de glucose in jouw lichaam verwerkt wordt. Maar wat moet ik dan in die tussentijd gaan doen? Oké, nou het is wel belangrijk dat je probeert een beetje rustig te houden. Je mag hier gewoon lekker blijven zitten of je mag lekker gaan chillen op het bed. Oh, nou dan pak ik wel de iPad. Nou, de dokter wil eigenlijk nog dat ik ook even jouw bloeddruk meet. Er gaat een band om je arm. En dat doen we 4 keer in deze ochtend. Het zit wel een beetje strak om je arm. Kijk, voel je het dat al? Dat voelt best wel raar. Ja. Probeer heel even rustig te houden, dan is het zo klaar. Nou, is prima. Wat doe je nu? Nou, ik spuit steeds een beetje vloeistof om het slangetje door te spuiten dat hier geen bloed in blijft zitten. Want anders gaat het stollen. Oké, en dan wordt het hard. Ja, precies. En dat moet niet, want we moeten er steeds bloed uit kunnen halen. Oh. Nou, dan is het onderzoek klaar. We hebben het bloeddrukmeten gehad en de glucosedrank. Alle bloed is naar het laboratorium. Dan mag het infuus eruit. Nou, en over een paar weken kom je dan terug op de polykliniek bij de kinderarts. En die vertelt dan de uitslagen van het bloed en van alle andere onderzoekjes. Oh, die wil ik trouwens wel weten. Ja, natuurlijk. Daarvoor heb je deze onderzoek ook gedaan. Ja. Hè? Dit is verder ook geen pijn. Nee. En wil je dadelijk lekker wat eten? Ja, lekker. Ja. Ik ben benieuwd naar de onderzoeken, maar eerst ga ik eten. Lekker.